Goedemorgen. Zo, we hebben even een week niet gevlogd. Sorry daarvoor. We hebben het zo druk gehad met werk, de kinderen, echt alles door elkaar. We hebben gewoon geen tijd gehad om filmpjes te maken of te bewerken. Het is voor ons ook allemaal nog even wennen natuurlijk. We vinden het wel hartstikke leuk, maar het neemt zoveel tijd in beslag. We doen het nu op een... Proberen we dan op een donderdag en op een zondag een vlog uit te brengen. Maar dat gaan we veranderen. Want het is toch net iets meer werk dan dat we dachten eigenlijk. We gaan nu iedere maandagochtend, 9 uur, komt er een nieuwe vlog. En dat begint dan vanaf volgende week. Gaan we gewoon een soort van weekvlog. Misschien duurt die wel iets langer. Maar dan, dat is net even wat meer tijd hebt, zeg maar, om die filmpjes te bewerken. Dan kan je het gewoon het beste eruit halen, zeg maar. Vandaag hebben we een lekker druk dagje. We gaan even kijken. Ik heb net de kinderen weggebracht en Denise naar de werk. Ik ga nu naar de tuin met mijn moeder. Dat is een soort van, camping, zeg maar, achtig iets. Het is eigenlijk een tuindersvereniging. Waar je kinderen in de zomer lekker zitten. En daar ga ik een vlondertje maken. Lekker dus een beetje timmeren en een beetje hout bewerken en zo. Dus daar heb ik wel zin in. Wordt een leuk dagje. Het is ook lekker weer. Maar nu eerst even alles opruimen daar en een beetje inmeten. En dan kunnen we aan de slag. Ik moet ook nog langs Gamma natuurlijk om hout te halen. Want ik ga eerst allemaal balken plaatsen. En die ga ik dan op een betonnen vloer boren. En op die balken ga ik een houten vloer leggen. En dan moet mijn moeder even maar even kijken of ze daar kunstgras wil. Of laminaat of iets geks, zeg maar. Want het is in een soort van buitenkastje, maar dat zal je dadelijk wel zien. Dus dat ga ik dadelijk lekker doen. Ik ben aangekomen op de tuin. Mijn broer en mijn moeder en zijn vrouw en Denise, die hebben gisteren lekker geklust hier zo. Alles geschoffeld en gedaan. Zo. Dus het ziet er weer mooi uit. Het gras stond echt halve meter hoog. En we hebben een aanval gehad van mollen. Dat is altijd vervelend. Je hebt het hele zootje ondersteboven gegooid. Dit is dan het huisje. Zo'n een lekker klein soort van bungalowje-achtig iets. En hier ben ik vandaag te vinden. Hierin ga ik een houten vloer maken. Dus ik ben lekker bezig dadelijk. Zo, ik ben even wezen inmeten. Ik heb alle maten kunnen noteren. Nu naar de Gamma, hout halen en dan weer terug, alles eruit gooien en daarna weer de kinderen halen. Ik heb de spulletjes gehaald. En ik heb weer een karretje die lekker mee rijdt verder. Ik kan in ieder geval lekker knutselen. Lach op mijn gezicht, wat wil je ermee? Zo, het ligt allemaal nog in. Het was wel even spannend, want alles ging ineens glijend doen. Ja, we hebben het weer gered. Zo, alle spullen zijn erheen gebracht. Ik was wel even aardig aanpoten, want het is nu 10:15. En 11:30 moet ik de kinderen halen natuurlijk. En dat is best wel een hoop, maar dat zal je dadelijk wel zien. Dus nu even lekker de kinderen halen, mijn moeder ophalen. Lekker naar hier zo. En dan gaan we lekker knutselen. Als ze niks in de gaten hebben, dat is het mooiste van alles. Mason ook, kom. Wat ben je nou weer geks aan het doen, joh? Mason, kijk uit. Dadelijk gaat het kapot. Zal ik er heel even snel die camera in de hand, anders moet ik hem weer op die steun schroeven. Maar kindertjes lekker even opgehaald. Hé, Sean? Macy?
Gaan jullie zwaaien? Mason ook zwaaien? Mason niet zwaaien. Het is echt behoorlijk warm, kan ik je vertellen. Ik ben nu bezig met de rachels aan de onderkant. Om daarop de houten platen weer te bevestigen. Het wordt wel wat. Maar je kan alleen niet lekker doorgaan omdat bloed heet is. Dit zijn de onderkant racheltjes. En dan dadelijk die platen komen erop. En de kindertjes zitten lekker in bad. Lekker in bad, jongens? Is het lekker? Is het lekker in bad? Ja. Ja? Kom maar in de hoofd. Ja, dat had papa net aangezet, hè? Hadden jullie een klein straaltje. Heb je gezien hoe vol je badje nu is? Kom nu een vol badje. Doe je speentjes uit, schat. Vol badje. Vol badje. Ga je lekker badderen? Wat is er meer? Ja, die komt dadelijk. Ga papa weer verder, ja? Shanna Mason, zijn jullie lekker aan het knutselen? Knutselen. Wat maken jullie het mooi, zeg. Kijk eens, lekker vloertje. Helemaal waterpas. Ja, mooi, zeg. Oh, bedankt El voor de soep. Goedemorgen. Zo, ik ben net vrij van werk. Ik kom net thuis. En het is vandaag moederdag. Dus wat betekent dat? Ik heb vanmorgen geen ontbijtje kunnen maken. Dus ga ik nu even een soort van lunchje maken. Hebben ze dat ook, samen met de kinderen. We hebben ook een heel leuk cadeautje voor mama. En ik denk dat ze het wel leuk gaat vinden. Kinderen hebben ook wat gemaakt op school. Dus ik ben benieuwd. En wat zijn jullie nu aan het doen, jongens? Rommeltje maken. Gaan we zo lekker wat maken voor mama? Gaan we pannenkoeken maken voor mama? Kom. Ja, kom, we gaan pannenkoeken maken. Ga je helpen, Sjan? Ga jullie helpen? Ja, we gaan voor mama pannenkoeken maken. Het is vandaag moederdag. Papa, mama, de pannenkoek maken. Kijk uit, het is heet, hè? Thee, goed zo. En wil je ook een suikerklontje? Nee, suiker. Ga jij die erin doen, Mason? Kijk eens. Suiker. Is heet, hè? Goed zo. Kokenpannenkoek. Jullie hebben een mooie pannenkoek gemaakt, jongens. Kijk eens, mama. Oh. Nee, aan mama geven, jongens. Mama moet toch uitpakken? Aan mama geven. Aan mama geven, zo. Is dit voor mama? Is voor mama, toch? En dan geef je een kusje en dan zeg je fijne moederdag. Kusje? Kusje, mama? En wat zeg je dan? Fijne moederdag. Ja, ook kusje? En wat zeg je? Fijne? Oh, Sjan. Oh, wat leuk! Wow. Papa kijken. Mooi, zeg. Oh, mooi. Heb je dit zelf gemaakt? Ga mama laten zien. Meestal moederdag voor het feestje. Oh, heb jij dit helemaal zelf gemaakt met deze? Oh, nee. Oh, wat is die van jou zo mooi. Wauw. Mooi, zeg. Hij is echt heel leuk. En jij wil de tafel er ook bij verf, zeker, Sam? Ja. Oh, wie is dit? Mason. Ja, dat ben jij. Sam. En wie is dit? Mason. Goed dat zo. Jij. En dan zeggen we mooi. Tegen mama, eet smakelijk. Kusje mama, dankjewel. Eet smakelijk. Deze heb Sjan gemaakt. Ja, het is echt heel mooi. Op school. En Mason heeft deze gemaakt. Superleuk. Voor je moederdag cadeautje leuk die de kinderen hebben gemaakt, Nis. Zeker, echt leuk. En hebben lekker lunchje gemaakt. Mm-hmm. Super lekker. Maar de kinderen hebben ook nog wat gekocht. Mmm.
Maar dat wil je weten wat dat is, hè? Zeker. Hé, Sjan, wat hebben wij gekocht voor mama? Mama, dat mag niet doen met mama. Ik ben je kan verven. Verven? Verven? Dat heb jij gemaakt voor mama en dat is super mooi. Deze heb Sjan gemaakt. Ja, het is echt heel mooi. Op school. En Mason heeft deze gemaakt. Superleuk. Oh my god. Dat is één. What the fuck is dit, Kevin? Wat is dit? Nou, dit hebben we gekocht van mama, hè? Maar wat is dit? Grote. Ga maar uitpakken, mama. Binnen Ikea ben je geweest, hè? Nee. What the fuck? Ga maar uitpakken, mama. Heb je geen cadeaupapier? Heb je gewoon... Oh my god, is dit die salon van de Ikea? Wat hè? Die salonding. Wat salondingen? Van de Ikea. Wat is dit? Is dit die salonding? Hij is heel zwaar, je moet hem even... Zie je een foto nu? Oh my god! Is dat wat je wou of niet? Ja! En het is allemaal leuk en aardig dat ik dit heb gekocht voor mijn vrouwtje. Maar wie moet het weer in elkaar zetten? Papa. Ben je blij mee? Ja, super blij mee. Spiegeltje erop. Eindelijk je ding, ja. Dan kun je dan je rommeltje kwijt. Leuk hè? Zeker. Eentje. Die mannen kijken, wij genieten van het feestje. En ik kan je alles geven en dat weet je. Goedemiddag, vandaag is het dinsdag en ik heb een lekker heerlijke vrije dag. We hebben heel veel dingen al gedaan vandaag. Ik heb het huis opgeruimd, al de kleding heb gedaan en de kamer van die kinderen even rechtgetrokken. En ze hadden dus vroeger zo'n, noem je dat? Camouflagedoek. Een camouflagedoek in hun slaapkamer, maar dat hadden we eraf gehaald. En nu hebben we die weer opgehangen. Maar ja, kijk, dat is niet alles. We hebben ook een bende in de auto en dat moet ook allemaal even schoongemaakt worden. Dus we gaan nu naar de wasstraat. Kijk, zand van de kindjes natuurlijk. Ik had deze auto weggebracht voor mijn moeder. Oh. Ik had deze auto weggebracht voor mijn moeder naar een zo'n cleaningsbedrijf die hele auto weer opnieuw was en zo, weet ik wat allemaal. Zegt ze, ja, ik ga hem nou bijhouden en ik hou hem helemaal keurig netjes in orde. Echt bedankt en hartstikke leuk. Nou, je ziet het. Stof, er ligt nog meer stof op het dashboard dan een willekeurige kast ergens bij iemand thuis. Ja, dit is dan onze eigen schuld, dit is van de kinderen. Gewoon half Zuiderpark ligt er hier achter op onze stoel. Heel Scheveningen bedoel je? Heel Scheveningen. En we gaan nu even de auto wassen. De auto is wel lekker schoon. We hebben een eurotje gewisseld. Omdat we, zagen iets hangen met geur of zo. Dus gaan we dat even in de auto sprayen. Dan schijnt het weer een beetje lekker fris eruit. Hè? Niet dat die stinkt of zo. Nou, dit is het apparaat. Gooi mijn eurotje erin. Druk op vanille. Tijd begint te lopen. Nou krijg je het hoor. Ja, het is wel echt perfect spul dit. Ruikt het lekker? Ja, echt. Maar hoe lang blijft het spuiten dan? 2 minuten. Ja. Oh my god, hij ruikt echt super lekker. 2 minuten.
Moet je zien. Die auto moet eigenlijk naar achter. De tafel is gekort. Maar zo is het goed toch? Oh my gosh! Ik ga dood hier in de auto! Ik stik bijna hier zo! Oh my gosh! Ik moet wel een raampje open hoor. Mag nog niet. Heel mijn kleed. Oh, maar hij ruikt wel echt lekker. Beetje sterk. Nu vooral jouw kant. Nou, ik ben gewoon. Ik ruik heel lekker hoor. Ik ben benieuwd hoe lang dit spul blijft. Het staat helemaal blank. Nee, niet op mij! Ja, het is echt heel lekker! Dat was er weer! Bow, bow, bow. Goedemorgen! We gaan lekker naar de kinderboerderij, we zijn onderweg. Ja. Ik heb ze iets eerder van de crash opgehaald, omdat we met school gaan we naar de kinderboerderij. Ze zitten namelijk op de crèche. Een halve dagje is van die wendagjes op het schooltje. En we gaan nu met het schooltje naar de kinderboerderij. Kinderboerderij! Jan, waar is Koetje? Koetje, waar ben je? Oh, kijk. Waar zijn de koeien? Koeien. De koeien zijn er niet. Koeien ook, kijk. Koetje is overleden. Oh. Koetje is overleden. Koetje is er niet meer. Koetje is slaapje doen. Koetje is overleden. Ja. Koetje is overleden. Gaan we dan bij de schaapjes kijken? Kom, gaan we naar de schaapjes. Is geitje. Ga maar geven, Sjan. Zak je goed vasthouden, hè? Hé, hey, geitje. Meester, wat is er? Sjan, ga geven. Sjan. Nee, 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 Sjan. Niet het zakje geven. Niet doen, kom. Niet het zakje geven. Nee, ja, geef het zakje. Dat mogen ze toch niet eten? Sjan, ga je geitje knuffelen? Goed zo, Meester. Meesie. Ga je ook knuffelen, Sjan? Je bent te langzaam. Wat is er? Kijk, geitje, ja. Zeg maar, konijntje, waar ben je? Ben je, konijntje? Mason, Mason. Ja, goed zo, op een foto. Wat is dit voor kip, Mason? Oranje. Wit. Ik heb je bakken. Oh, kijk uit, Mason. Nee, dat mag niet, Sjan. Niet kippetje bakken. Kippetje bakken. Nee, dat mag je niet zeggen, Sjan. Kijk, kippetje is nog helemaal blij dat hij hier is. Blij is. Hé, waar is jouw kippetje? Nu is het konijntje wakker. Konijntje wakker. Konijntje, waar ben je? Waar ben je? Mason of Sjan, ga er maar onder door. Ga er maar onder. Ga dan. Ga er maar onder door, Mason. Goed zo. Kom, Mason, kom. Kom, Mason. Het is alleen.
Lijntje, lekker lijntje. Kom, Meesje, kom eens hier. Konijnen. Wat zeg je? Koewakker. Koewakker? Nee, koe is een hele diepe slaap aan het houden. Kijk. Het is alleen maar leeg. Oh. Koetje. Wat is dat? Oh, wat is dat? Mason, weet je wat dit is? Konijn. Cavia. Cavia.